Het ministerie van Volksgezondheid heeft vandaag de onderzoeksresultaten van de COVID-19-campagne ontvangen. Het onderzoek is gedaan door de faculteit Medische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Ingrid Krishnadat, hoofd van de faculteit Medische Wetenschappen, zegt dat er onderzoek is gedaan naar het bewustzijn van COVID-19 bij Surinamers en hoe zij denken over het vaccin. Er is ook onderzoek gedaan naar hoe het ministerie het Nationaal COVID-vaccinatieplan tot een succes kan maken. 100%, 99,5% van de mensen wel door had dat ze COVID konden krijgen. Die mensen, de mensen in Suriname, iedereen weet dat ze risico lopen. Dus iedereen is er ook op gefocust om iets te willen doen ter voorkoming, want niemand wil COVID krijgen. U niet, ik niet, u niet, niemand wil COVID krijgen. Dus vandaar dat we dus eigenlijk daarop hebben ingespeeld. We hebben gekeken wat mensen denken, hoe ze erover dachten. En ongeveer de helft van de mensen was wel bereid om met wat dingen om uiteindelijk een vaccin te krijgen. Maar heel wat mensen wouden dus meer informatie hebben. Ongeveer de helft van de mensen willen meer informatie. Ze willen duidelijke informatie. Ze willen weten of het echt veilig is. Ze willen weten hoe de veiligheid, hoe effectief het is. Hoeveel het gaat helpen om te voorkomen, om dat risico te verminderen. Dat zijn de dingen die de mensen willen weten. En daarop kunnen we dus inspelen. En ze willen het weten, niet van buurvrouw of buurman. Ze willen het weten van het ministerie van Volksgezondheid. Ze willen het weten van het BOG. Ze willen het weten van de PAO en de UNICEF, van officiële instanties. Minister Amar Ramadine van Volksgezondheid zegt dat de gevolgen van COVID-19 niet alleen op de mens, maar ook merkbaar is op de wereldeconomie. Veel landen willen deze situatie beheersen, maar dat kan alleen met een oplossing. Voor de bewindsman is de oplossing een vaccin. We moeten rekening houden met dit gegeven dat vanaf januari 2021, dus pakweg een jaar na de start van de pandemie, er een antwoord is. Het is een nieuw vaccin, dat weten we allemaal. Het is een nieuwe infectieziekte ook. En er zijn dus nu al, denk ik, 35 miljoen mensen over de wereld die een vaccin toegediend gekregen hebben. En grote landen zijn ze al goed bezig. Zelfs in bepaalde landen krijgt men al de tweede dosering zelfs. En daar gaat het over. Het gaat erover dat wij in Suriname ook een antwoord, het antwoord wat globaal gevonden is, ook in Suriname willen geven aan COVID-19. We zijn al heel lang bezig met het vinden van een balans tussen het redden van onze economie, maar ook het beschermen van de gezondheid van de burger. En dat vind je door, tot nu toe wat wij doen, zijn maatregelen die we nemen, preventieve maatregelen. Dat is natuurlijk belangrijk, blijft belangrijk. Een vaccin betekent niet dat je de preventie niet moet onderschatten. Je mag het niet onderschatten. En uiteraard wil je zo snel als mogelijk naar een stukje normalisatie. Minister Amar Ramadine van Volksgezondheid. De faculteit Medische Wetenschappen heeft de reactie van 2286 personen gebruikt voor de resultaten in dit onderzoek. Er zullen meer vervolgonderzoeken worden verricht.